Mijn naam is Rien van der Dussen. Ik ben 48 jaar. Ik ben eigenaar van Covisio. De Sensor Pro staat nu, denk ik, een aantal maanden in onze praktijk. We gebruiken hem best intensief. Eigenlijk met verschillende categorieën patiënten. Iedere collega die heeft zo zijn eigen patiëntencategorie. Zelf maak ik gebruik van bij de opleiding van chronische pijnpatiënten. Juist om de mensen uit te dagen en af te leiden, zodat ze echt inspannend bezig zijn en eigenlijk veel meer doen dan dat ze in eerste instantie zouden denken te kunnen of te durven. Dus voor mij is het een hele belangrijke tool. Het is een apparaat waarin natuurlijk de bodem beweegt, hetgeen waar je op staat. Als je grondoefeningen doet, dan is de bodem eigenlijk altijd vast, een soort punten fixum. Sensor Pro is dat anders, dus het is alsof je op een instabiele ondergrond loopt of staat, wat natuurlijk ook zo is. Er zitten elastieken aan die je kunt vasthouden. Daarmee kun je zowel een extra dimensie toevoegen voor bijvoorbeeld de bepaalde stabiliteit of bepaalde spierfuncties te faciliteren. Maar de elastieken kun je ook gebruiken omdat ze een bepaalde stabiliteit tegelijkertijd weergeven. Dus je kunt eigenlijk in één apparaat heel makkelijk bepaalde accenten aanleggen. Je kunt het net iets moeilijker maken of net iets makkelijker. Dat is eigenlijk het meest onderscheidende van de Sensor Pro, vind ik. Kinderen vinden het fantastisch om erop te staan. Die zien het spelende wijs oefenen, zeg maar. Maar gek genoeg vinden volwassenen het ook gewoon heel erg leuk. Je ziet iedereen wel naar kijken van hey, dat is een interessant apparaat en die willen het wel proberen. Ook de senioren inderdaad. We zien heel veel senioren die er ook graag op staan. Het is gewoon een leuke manier om te trainen. Eigenlijk is die vooral onderscheidend vanwege zijn eenvoud. Hij is eenvoudig, maar toch daarin uniek met enorm veel mogelijkheden. Wij hebben een hele grote oefenruimte met voldoende plek, maar ook in een hele kleine compacte trainingsruimte zou je dit apparaat kwijt kunnen. En je kunt er enorm divers mee trainen. Dus dat is natuurlijk super. Nou, het enige wat ik zou kunnen zeggen is dat we heel blij zijn met Sensor Pro. Dat hij heel goed inzetbaar is, veel gebruikt wordt. En de investering zou je kunnen zeggen, als je iets heel veel gebruikt, dan is natuurlijk heel snel terugverdiend. Dus soms kijk je wel eens naar apparaten waarin je afweegt tussen de kosten en de mate van gebruik en inzetbaarheid. En de Sensor Pro, door hem heel veel en heel breed in te kunnen zetten, is die zijn waarde meer dan waard, vind ik. Ja. Mijn naam is Rien en dit is mijn verhaal en mijn training.